Dankjewel en heel fijn dat jullie hier allemaal zijn. Dikke jaar geleden was ik ook hier in Amsterdam en gaf ik een spreekbeurt in de Bali. En met een aantal mensen, waaronder inderdaad Nicolien die er toen was, Welmoed, die helaas er nu vandaag niet is, Michel Roch, hadden we lange gesprekken over de ideeën die we nodig hebben voor beter bestuur in Nederland. We hadden ze uitgewerkt. We hadden ideeën uitgewerkt over een grondwettelijk hof, we hadden ideeën uitgewerkt over een nieuw kiesstelsel, ik kom er zo meteen nog even op terug. Waar de ideeën uitgewerkt dat het bestuur in Nederland echt anders moest. We hadden werkelijk waar geen idee dat we een dag, een jaar later hier in een zwembad in Amsterdam zouden staan. En zouden kunnen praten over het feit dat we de ideeën nu in de praktijk gaan brengen. Want wat een jaar is dit geweest. We hebben nu 4 ministers. Op binnenlandse zaken, buitenlandse zaken, sociale zaken en onderwijs. Waarop we onze kernthema's vorm kunnen geven. We hebben ook 3 staatssecretarissen. En helaas zijn ze met een barbecue, ja. Maar anders zouden Teun Struiken en Volkert Itzinga, beide hier uit Amsterdam, ook hier aanwezig zijn. Dus als afdeling, als Amsterdamse afdeling, hebben jullie nu het beste raadslid van Nederland naar ons gestuurd. 2 uitstekende staatssecretarissen. Een minister, Judith. Ja, het is toch een beetje Haarlem, dat is Noord-Holland. Oh. De rest van Noord-Holland is Judith. Judith als minister, Nicolien als vice-fractievoorzitter. Dus voor een partij die vooral van buiten de Randstad komt, doen jullie het als Randstadafdeling niet zo heel erg slecht, moet ik zeggen. En met deze groep gaan wij onze idealen langzaam waarmaken. Langzaam, zeg ik. We hebben een hoofdlijnakkoord en daar zal ik zo even naartoe gaan. En wij zeiden we willen een nieuwe vorm van bestuur. We zeiden ook voor de verkiezingen, dus al lang voordat we dachten dat we misschien met de PVV moesten regeren. Niet dat dat onze droom toen was, van dat wij een regering wilden hebben die op afstand stond. Misschien wel eens wat vakministers. Een Apple Bruins, die van een andere partij komt en die heel veel ervaring heeft in hoger onderwijs en wetenschap. Judith Uitenmaeker, die weliswaar even in de fractie gezeten heeft, maar toch vooral 25 jaar rechter geweest is en alles weet van mediation en lokaal bestuur. Of Casper Veldkamp, die op zijn 60ste nu minister van Buitenlandse Zaken geworden is, terwijl die ambassadeur van Nederland was in Israël, terwijl die ambassadeur in Griekenland was toen daar de crisis uitbrak rondom migratie en oud-bestuurder van de EBRD in Londen. Meer ervaring dan dat, een Teun Struiken die hier alles weet van rechtsbescherming, Volkert Itzinga die hier ontzettend veel weet van fiscaliteit. Helaas is het niet meer normaal dat een minister op het ministerie van Justitie een topjurist is en dat een staatssecretaris van Financiën buitengewoon veel verstand heeft van fiscaliteit en dat we een minister van Buitenlandse Zaken leveren die echt alles weet van Buitenlandse Zaken, maar dat is waar wij als nieuw sociaal contract voor staan, dat beloofden en dat hebben we geleverd. We hebben ook geleverd dat we afstand houden, we hebben een dun hoofdlijnakkoord. We hebben een minister-president van Buiten. Dat heeft u allemaal gezien, Dick Schoof. Ik denk dat dat een hele goede keuze is. Ik kom er zo meteen op terug waarom. En we hebben goede Kamerleden. Deze week 4 nieuwe Kamerleden. Dus naast Diederik Boomsma, Ilse Saris uit Winterswijk met veel ervaring in de zorg. Annemarie, die komt uit Groningen en heeft zelf ervaring hoe het was om last te hebben van aardbevingen bij haar eigen boerderij. En Natasja Wingelaar. De enige provincie, ja, Zeeland nog niet. Maar we hadden nog geen Kamerlid uit Limburg. En zij is als wethouder actief geweest in Stijn. Want we zijn een club die voor heel Nederland is en voor beter bestuur en voor bestaanszekerheid. En voor die bestaanszekerheid in Bloemendaal ben ik ook blij dat we daar nu een burgemeester hebben. Goed bestuur is daar wel een issue, moet ik zeggen, als u de afgelopen jaren het lokale bestuur van Bloemendaal gevolgd heeft. Dus dat is een hele leuke uitdaging, Michel. Heel, heel veel succes daarmee. Het debat vorige week. Soms moet je ook even praten over dingen waarover je iets minder trots bent. En als Diederik zegt dat het erger is dan de Amsterdamse gemeenteraad, dan is het erg. Nederland snakt naar heftige debatten, maar Nederland snakt ook naar politici die niet met oplossingen komen. Dat was het heldere signaal op 22 november. Het heldere signaal op 22 november, een politieke aardverschuiving die we eigenlijk sinds 2002 niet gezien hebben, is dat mensen zich niet vertegenwoordigd voelden.
dat ze problemen met bestuur zagen. Dat ze problemen zagen met de toeslagenaffaire en met het gas in Groningen. En misschien heeft u het ook hierdoor. Weet u nog dat de Vijzelgracht, dat er een paar huizen verzakten? Weet u wat er toen gebeurde hier? Het was opening van het journaal. Er waren 3 huizen een paar centimeter verzakt. Wat is hier geen opening van het journaal geweest? Nou, dat er huizen in Groningen aan het verzakken waren. Dat duurde jaren voordat het hier duidelijk werd. Wat was geen opening van het journaal? Dat er 5000 slachtoffers van het toeslagenschandaal in de gemeente Amsterdam wonen. Dat zijn de fouten die wij als bestuur gemaakt hebben. Sommige dingen die zichtbaar zijn voor de upper class worden onmiddellijk opgelost in dit land. Sommige dingen die voor normale burgers gebeuren, blijven in het verborgene. En daar staan wij voor als nieuwe beweging om dat niet te laten gebeuren. Mensen voelden dat die bestaanszekerheid niet geborgd is in dit land. U hoort dat we elk jaar een beetje meer koopkracht hebben. U hoort dat we elk jaar een beetje op vooruit gaan. Maar het is voor de jongeren van de huidige generaties 10 keer moeilijker om een woning te vinden, helemaal in Amsterdam, zeg ik erbij, dan het 20 jaar geleden was. Je kunt geen huurwoning meer krijgen, je staat op ellenlange wachtlijsten en koopwoningen in Amsterdam zijn onbetaalbaar. En niet alleen in Amsterdam, maar in heel veel omliggende gemeentes. De zorgen rondom migratie zijn niet serieus genomen door de laatste regeringen. Dat betekent dat wij als politici moeten leveren. En dat is niet eenvoudig. Iedereen die zegt asielstop opgelost, die verkoopt u knollen voor citroenen. Een asielstop kan niet. Iedereen die u beweert dat er morgen voldoende woningen zijn, die verkoopt u knollen voor citroenen. Het zal keihard werken zijn om voldoende woningen te bouwen. En iedereen die zegt dat het goede bestuur morgen geregeld is, als we maar een beetje weten luisteren, ook die heeft niet begrepen dat een cultuurverandering nog 10 keer belangrijker en moeilijker is dan gewoon een wetje veranderen. Dat betekent ook dat als wij als politici een debat voeren, we dat op inhoud moeten doen. En degene die dat de afgelopen jaren voordeed, hoe dat niet altijd moest, was Geert Wilders, die ongeveer elk debat begon met een motie van wantrouwen. En oh, wat zeiden de andere partijen om zich, pas op dat je niet te veel op Wilders gaat lijken. En wie leek er op Wilders in het vorige debat vorige week? Frans Timmermans. Niet 1, maar 2 moties van wantrouwen had hij meegenomen. Die hij al aankondigde voordat het debat begon. Welke oplossing hebben we daar gezien? Ik heb de oplossingen niet gehoord. En dat heeft mij zeer teleurgesteld. Dat heeft mij teleurgesteld omdat we 8 weken geleden, en we hebben er iets langer over gedaan dan we hadden moeten doen, een hoofdlijnakkoord gepresenteerd hebben. En met dat hoofdlijnakkoord is niet iedereen in Nederland het eens, is mijn voorzichtige inschatting. Dan verwacht je van een oppositie dat ze een tegenbod doen. Dat ze zeggen, dit vinden wij geen goed voorstel, maar op een aantal andere dingen hebben wij een gezamenlijk voorstel hoe het wel moet. En die discussie die ga ik ook heel graag aan met de oppositiepartijen. Heeft u betere plannen? Dan zullen we ze ook steunen. Behalve als het heel veel geld kost, want je moet je wel een beetje aan de financiële voorwaarden houden. En het baart mij grote zorgen. Het baart mij grote zorgen dat wij het niet gehad hebben over welke toekomst er voor Nederland aan het bouwen zijn. En dat is niet alleen politici. Dat is ook de media. Hoe harder je schreeuwt, hoe beter je het nieuws komt. Dus als je in het nieuws wilt komen, kun je beter de premier die je net aangesteld hebt uitmaken voor slappe hap. Ook heel goed, wat je kunt doen is een motie van wantrouwen indienen. En als dat niet voldoende is, kun je als vicepremier natuurlijk altijd gaan tweeten terwijl de premier aan het woord is. Het levert spektakel op, maar het lost werkelijk waar helemaal niets op. Wat mij dan opgevallen is, is dat Schoof eigenlijk binnen een paar weken, een paar dagen, wat zeg ik, binnen een paar uur, als staatsman heeft kunnen uitgroeien. Wel mede dankzij ons, want zoals wij ons gedragen, kan dat ook wat gemakkelijker. Maar met grote kalmte is hij dit aangegaan en hoop ik ook dat hij dit land gaat leiden. Ik hoop dat hij die kans ook gaat krijgen van links en van rechts. Om te laten zien hoe het anders kan, met enige onafhankelijkheid. En onze boodschap aan de oppositie is ook, dit kabinet is extra parlementair. BNR Nieuwsradio, een paar straten verderop hier, heeft net gisteren aangegeven dat er 130 moties tussen het hoofdlijnakkoord en nu aangenomen zijn van de oppositie. En dat was het grote nieuws, dat de 4 partijen
verdeeld gestemd hebben. Dat is precies wat wij beloofden. Wij beloofden dat wij voorstellen die wij goed zouden vinden en waar geen afspraken over gemaakt zouden zijn in het hoofdlijnakkoord zouden steunen. Dat is een hele grote uitgestoken hand richting de rest van de Nederlandse politiek. U kunt zaken doen. We kunnen dingen samen oplossen. We moeten dingen samen oplossen. Maar laat ik zeggen dat ik niet alleen een boodschap vanavond heb aan de mensen in onze eigen oppositie. Een beetje hand in eigen boezem met de vier partijen kan geen kwaad. Want als wij elkaar met tweets aanvallen, als we elkaar keihard afvallen, en als de een tegen de ander roept, zoals Geert Wilders naar mij roept, dat ik me met mijn eigen dingen moet bemoeien, of dat de premier slappe hap is, of dat Dylan Jezielkus vilijn is, net als overigens Henry Bontebal toen ze begonnen over de tweet van Fleur Agema, dan denk ik, beste Geert, zou je nu ook eens iets willen zeggen over Viktor Orbán? Want Viktor Orbán, zijn voorzitter van zijn nieuwe politieke beweging in Europa, Patriots for Europe, ging niet alleen op bezoek bij Poetin. U weet wel, die Poetin die Oekraïne is binnengevallen en daar 10.000 slachtoffers gemaakt heeft. Hij ging ook op bezoek naar Xi, de president van China. Allemaal binnen de eerste week dat de president dat hij het voorzitterschap van de Europese Unie kreeg als Hongarije. Hij ging aardig doen tegen Erdogan. Nou, daar heb ik helemaal niemand over gehoord in Nederland. Maar dat is buitengewoon onwenselijk, zelfs in de ogen van Wilders. En hij ging zelfs met de presidenten van de Turkse Federatie, dat is dus Azerbeidzjan, Turkmenistan, Turkije, ging die naar bezet Armeens gebied om daar foto's te laten maken. En als er één land in de problemen zit, is het Armenië dat aangevallen wordt door Azerbeidzjan. Ik nodig ons uit dat we dan ook durven zeggen dat we dat gedrag niet willen. En dit gaat niet over iets ver van ons bed. De oorlog in Oekraïne en de reden waarom premier Schoof, minister van Buitenlandse Zaken Kasper Veldkamp en de minister van Defensie van de VVD naar de NAVO gegaan zijn afgelopen week, is omdat wij voor het eerst in heel lange tijd een grote oorlog in Europa hebben. Een oorlog die als Rusland erin slaagt die op haar termen te beëindigen, zij niet zal stoppen. Want sinds Poetin president is, heeft hij eerst, nadat hij de Tweede Tsjetsjeense oorlog gevoerd heeft, de oorlog gevoerd tegen Georgië, waar hij cluster munitie gebruikt heeft, waar nog Nederlandse fotograaf is omgekomen, waar hij Zuid-Ossetië ingenomen heeft en Abkhazie. Daarna heeft hij, natuurlijk houdt hij nog altijd een stuk van Moldavië bezet, Transnistrië. Daarna heeft hij eerst de Krim ingenomen, nou niemand zei wat. Daarna de oorlog in Donbass, niemand zei wat. En Nederland raakt hij direct betrokken met de MH17. Daarna de volledige invasie van Oekraïne. Iedereen die denkt dat als je deze persoon vrede aanbiedt, dat hij dan niet ergens anders iets gaat doen, aan de randen van de Baltische Staten, waar grote Russisch sprekende minderheden wonen, in Estland en Letland, die heeft niet begrepen wat voor een dreiging er aan de randen van Europa, aan de randen van de Europese Unie en aan de randen van de NAVO op dit moment zijn. Dit heeft directe gevolgen voor onze veiligheid. En dat moeten we helaas onder ogen zien. We kunnen hier een heel lang betoog gaan houden, en dat zal ik zo doen, over bestaanszekerheid en goed bestuur. Maar veiligheid staat voorop. En wat is die uitdaging? De uitdaging is dat Nederland op één komt te staan. En er is maar één Nederland, zeg ik tegen links en rechts. Er zijn geen twee Nederlanden. En wat mij op dit moment opvalt, is de afwezigheid van een gesprek, een dialoog. Ik moet zeggen dat een van de weinigen die deze week wel deed, iemand was met wie ik best wel moeite gehad heb. En dat was minister Faber, die toch het lef had om naar Ahmed Marcouch in Arnhem te gaan. Daar had ze wat goed te maken met de spandoeken die ze naar hen gezet had. Maar dat is toch wel de manier om conflicten op te lossen. Maar vanuit Amsterdam, de weigering om met het nieuwe kabinet te praten van Rutger Groot-Wassing, is niet de manier hoe wij hier traditioneel problemen oplossen. Je kunt met iemand praten met wie je het hardgrondig oneens bent. En de hele Nederlandse traditie van hoe we hier samen dit land opgebouwd hebben, is altijd geweest dat je met anderen praat met wie je het niet eens bent. En dat ik wil zeggen, er zijn ook partijen in de coalitie die niet erg goed zijn om het gesprek aan te gaan.
Ik zou het ontzettend fijn vinden als die gesprekken wel plaatsvinden. Dat mag in het openbaar, dat mag achter gesloten deuren. Maar begrijpen waar elkaars zorgen liggen, is de eerste voorwaarde om weer Nederland op één te zetten. En niet naar twee Nederlanden af te zakken. Dat onbegrip, dat wil ik graag bestrijden. Want de kiezer, denk aan de gele hesjes in Frankrijk, die maakt zich zorgen om het niet rond te kunnen komen. Die maakt zich zorgen over het klimaatbeleid, waarvan 80% van het geld naar de 50% rijkste huishoudens gingen, met Tesla-subsidies en zonnepanelen. En de armste huishoudens geen isolatie kregen. En een gedeelte van de Nederlandse elite lijkt dat nog steeds niet te begrijpen. Die klaagt over de cultuur. Maar diezelfde elite die nu klaagt over 21% btw op boeken, wat ik natuurlijk zeer vervelend vind met het aantal boeken dat ik verkoop, maar die is nooit bij ons in Den Haag geweest toen de belasting op gas verdubbeld werd en de huishoudens hun gasrekening verdubbeld zagen worden in de crisis. Toen waren dezelfde mensen die nu steen en been klagen dat mijn boek dat nu 20 euro kost, volgend jaar 22 euro kost, dat de gasrekening niet betaald kan worden. Toen hadden wij spotjes op televisie, zet het thermostaat op 19 graden. Er zijn hier mensen die konden hem niet meer op 12 graden zetten. En dat onbegrip, dat zal weg moeten. En op het moment dat deze groepen niet met elkaar praten, dan krijgen we het volgende toeslagenschandaal, dan krijgen we het volgende Groningen-schandaal. Want dan hebben we niet eens door wie er echt in de problemen zit en wie vindt dat hij een probleem heeft. Wij zijn dus bezig nu met NSC om een tour door het land te maken. En gisteren ben ik in Sneek geweest. Daarvoor natuurlijk in Overijssel. Daar ben ik heel erg graag, kan ik u verzekeren. Juist omdat we vinden dat dit land weer verbonden moet worden. En omdat we ook merken dat op verschillende plekken van het land er verschillende zorgen leven. Wat heel normaal is. Wat heel normaal is. Dus ik heb hier vandaag nog niemand over een kilometerheffing gehoord. En dat snap ik ook. De kwaliteit van het openbaar vervoer is hier zodanig dat je ook gewoon door de stad kunt gaan. En een kilometerheffing of het zoneren of zelfs het opknippen van de Weesperstraat als je dat vindt. Zelfs dat haalt het nieuws. Nou, dan moet je nagaan. Dat gebeurt niet als er wat gebeurt in een andere stad. Maar hier weten we welke straat opgeknipt wordt in dit land. Weten we ook meteen waar het zwaartepunt van de journalisten woont. Maar als je in Friesland bent, is natuurlijk gewoon de grote zorg. Wat gaat u doen aan het openbaar vervoer? Hoogfrequent openbaar vervoer tussen veel dorpen met een paar duizend inwoners is onbetaalbaar, kan ik u vertellen. Het niet hebben van een auto is onmogelijk al daar. Terwijl het heel prima mogelijk is om hier van de ene kant naar de andere kant van de stad met de tram of de metro te gaan. Het is ook altijd heel duur als je hier een metro aanlegt. Dus die zorgen die zijn verschillend en dat is ook heel normaal en dat is op zich helemaal niet erg. Maar we zullen met elkaar in contact moeten blijven. Dan wat goed bestuur betreft. We hebben een hoofdlijnakkoord waar we ongelooflijk trots op kunnen zijn. En ik ga u door vier punten heen lopen van het hoofdlijnakkoord. En u denkt dat zijn vier hoofdstukken van het hoofdlijnakkoord en dat klopt. Maar het zijn ook de eerste vier hoofdstukken van ons verkiezingsprogramma. Die gingen over goed bestuur. Die gingen over bestaanszekerheid. Die gingen over grip op migratie. En die gingen over woningbouw. En laat dat niet per ongeluk vier speerpunten van beleid van het nieuwe kabinet zijn waar het hoofdlijnakkoord zeer expliciet op is. Dat is wat Nicolien, Eddy en ik in die bunker voor elkaar gekregen hebben. Voor de rest raad ik u het niet aan om daar een half jaar te gaan zitten. Het is depressief. Ja, gewoon even. Het is schandelijk om met twee politici daar te zitten, Geert Wilders en Dylan Jezielkes, die niet zonder een forse aantal mensen van de beveiliging naar buiten kunnen en over straat kunnen. Dat wij politici hebben die zo ernstig bedreigd worden dat wij met gesloten ramen en geblindeerde ramen in een redelijk deprimerende omgeving moeten zitten. Ik ben blij dat ik 's avonds een huis kan, de trein kan pakken en vrij over straat kan lopen. Maar dat dat niet meer het geval is en dat we dat niet hebben kunnen regelen sinds de moord van Pim Fortuyn is een schandvlek op onze eigen democratie. Maar goed, het goed bestuur, dat regelen we. We komen met een nieuw kiesstelsel. Een nieuw kiesstelsel waarbij we straks weer hopelijk een kieskring Noord-Holland krijgen. Een kieskring Noord-Holland. Vroeger hadden we enkelvoudige of tweevoudige kiesdistricten.
Er waren drie plekken in het land waar er meer dan drie kandidaten uit een kieskring kwamen eind 19e eeuw. Dat waren inderdaad Sneek, Rotterdam en Amsterdam. En dat betekent dat je lokale binding met je kandidaten had. Lokale binding, maar ook dat er afstemming was. En Amsterdam, natuurlijk altijd op progressieve kandidaten. In Sneek had ik gisteren een heerlijke lijst van kandidaten die daar ooit kandidaat geweest waren. Dat gaat van Abraham Kuyper tot Meester, die inderdaad minister-president van Nederland geweest is, tot de toenmalig voorzitter van de Tweede Kamer, tot Hendrik Colijn. Ze kwamen allemaal daar vandaan. En ook hier, u kunt trots zijn op wie hier ooit als Amsterdamse Kamerlid gekozen heeft. Want dat meervoudige district, dat stelde de SDAP in staat op 3 juli 1918 Suze Groeneweg hier kandidaat te stellen, de eerste vrouwelijke kandidaat. En de laatste parlementariër waarvan we zeker weten dat hij niet op zichzelf gestemd heeft. Want dat was de keer dat vrouwen wel passief kiesrecht hadden, edoch nog geen actief kiesrecht. Het was ook de laatste keer dat we een extra parlementair kabinet hadden. Het kabinet van Pieter Cortelinde. Dat grote, grote veranderingen in Nederland wist door te dringen. Het beslechten van de schoolstrijd. Het buiten de Eerste Wereldoorlog houden van Nederland, waardoor Nederland zich door kon ontwikkelen. Het door buitengewoon moeilijke omstandigheden heen loodsen van Nederland met een aardappeloproer. Hier natuurlijk weer in Amsterdam. Dat is natuurlijk een kampement. En ook in Den Haag. Dat een eigenlijk zelfs nog te kampen kreeg met een poging tot een revolutie. Dat desondanks erin slaagde om de inkomstenbelasting in te voeren. Of u daar trots op moet zijn, ik snap wat u zegt, maar het is wel nodig om alles te betalen wat in Amsterdam uitgegeven wordt en elders. Dat erin slaagde om met de Zuiderzeewerken te beginnen, die Lely al 30 jaar probeerde en in 1916 naar nog een set overstroming in Nederland eindelijk doorjoeg. Dat was een minderheidskabinet, het was een extra parlementair kabinet. Het was een kabinet waar niemand wat van verwachtte. Dat is mijn hoop dat we gaan krijgen. En dat is ook mijn hoop met het nieuwe kiesstelsel, dat die binding beter wordt. Mijn hoop is ook een constitutioneel hof. Wij zijn het enige land, nee dan lieg ik. Er zijn een paar andere landen, Noord-Korea, Irak, Cuba, die hebben ook geen constitutioneel hof. Maar het leek mij wel goed om in dat andere rijkje te komen, waar alle andere landen van Europa in staan. Dat ze constitutionele toetsing hebben. De belangrijkste wet van Nederland, namelijk onze grondrechten, daarvoor kun je niet naar de rechter als die door een wet geschonden worden. En we hebben gezien een toeslagenschandaal waar dat toe geleid heeft. De laatste poging van Femke Halsema is helaas destijds gestrand. En daar hebben we toen tegengestemd, Nicolien. Dat moeten we toen wel weer eerlijk erkennen. Maar dat gaan we dit keer toch echt anders doen. En ja, dat heeft Femke toen goed gezien. We gaan naar betere bescherming van klokkenluiders toe, omdat we het afgesproken hebben. En we gaan naar strakkere inspecties toe. En dan zeggen jullie, Pieter, inspecties, kom op hé. Daarvoor hebben we die partij niet opgericht. Jawel. De SODM heeft gewaarschuwd in Groningen, maar mocht niet ingrijpen. En we hebben hier klokkenluiders gehad die echt vermorzeld zijn. Vermorzeld. De klokkenluiders die gewaarschuwd hebben in Almelo, vlakbij waar ik woon, dat de technologie voor de nucleaire bom geëxporteerd werd. En nu heeft Iran een kernbom. De klokkenluider die ervoor gezorgd heeft dat Otfiel dichtging. En dat was nodig, want anders was de Rotterdamse haven wellicht geëxplodeerd. Maar die mensen hebben de prijs betaald. Terwijl de omwonenden de vruchten geplukt hebben van hun dapperheid. Wij gaan dat goede bestuur met ongeveer 10 van dit soort maatregelen vormgeven. We gaan ook werken aan bestaanszekerheid. En die bestaanszekerheid die moet u wat groter zien dan de verhoging van het wettelijk minimumloon. Die bestaanszekerheid is er niet als er onvoldoende woningen zijn. Als je geen woning kunt vinden, dan kan ik wel zeggen, u verdient iets meer. Maar wat dan? Hoe dan als je een leerkracht bent in Amsterdam en een woning zoekt? Dan moet je bijna wel in Bloemendaal. Nee, ook niet gaan wonen. Zelfs, nee. Je komt in Purmerend of verder buiten de Amsterdamse ring terecht. En nou is dat op zich geen ramp om daar te wonen, maar het is wel fijn als een leerkracht op een basisschool in dezelfde wijk woont waar de kinderen wonen. Het is wel fijn als die verpleegkundige kan wonen niet al te ver van het ziekenhuis waar hij of zij werkt.
Dat kan in Nederland niet meer, dat kon 40 jaar geleden wel. Daarom zal en staat er, dankzij het NSC, 1,5 miljard extra beschikbaar voor de woningbouw per jaar. En de ambitie om 100.000 woningen te bouwen, waarvan er 30.000 in de sociale huur zitten. En waarvan 2/3 betaalbaar moet zijn voor een middeninkomen. Ook in Amsterdam, zeg ik erbij. Want bouwplannen zijn er wel in deze stad. Ik moet zeggen, de bouwproductie is aardig op peil. Maar de bouwproductie voor betaalbare woningen is nog een geheel ander hoofdstuk. En we bouwen niet voor expats. Wij bouwen gewoon voor de mensen die hier hun eigen huis nodig hebben. We gaan werken aan vaste banen. We zijn het land in Europa met het minste vaste banen. Bij ons is flexarbeid de norm geworden. Dat levert een hoop onzekerheid op. En ook belangrijk voor de bestaanszekerheid. We hebben het hier altijd over onze kenniseconomie. Nou, sorry hoor. Als het ons niet lukt om meer dan 75%, als wij er last van hebben dat 25% van de jongeren van 15 jaar functioneel analfabeet is, dan kunnen we niet meer over een kenniseconomie spreken. Dus er komt een masterplan verbetering onderwijs. En dan mag de regering best 1,5 jaar aan werken. Want er moeten echt wissels om in het Nederlandse onderwijs. Niet alleen in het primair onderwijs, de basisschool. Ook in het voortgezet onderwijs. En ik zeg u erbij, zelfs op de hbo's en universiteiten, waar er niet meer in het Nederlands onderwezen wordt. En het leren van Nederlands en taal gaat door totdat je afgestudeerd bent. En natuurlijk ook op het mbo. Dat zal een grote en belangrijke taak van het nieuwe kabinet worden. En daar zal ik ze op afrekenen. En dankzij ons staat er ook dat zinnetje in het hoofdlijnakkoord dat de armoede niet mag stijgen. En daar zullen we het kabinet keihard aan houden. We verlagen de belasting ook een stukje voor de mensen met een laag inkomen. We verhogen het kindgebonden budget en de huurtoeslag. We verlagen het eigen risico en we verlagen de belasting op gas een heel klein beetje. Nadat die verdubbeld is de afgelopen jaren. Allemaal omdat wij denken dat bestaanszekerheid niet een loos begrip is. Maar omdat wij zelfs waar het vorige kabinet nog 25 miljard per jaar extra uitgegeven hebben en wij 10 miljard moeten bezuinigen, op de bestaanszekerheid van de mensen willen letten. En we maken werk van migratie, beperking. Het was een vraag bij de verkiezingen. En we gaan keihard werken en universiteiten waar nu 40% van de eerstejaars uit het buitenland komt, die hebben hun publieke taak niet begrepen. Ik herhaal, die hebben hun publieke taak niet begrepen. Als je hier opleidingen, psychologie in het Engels aanbiedt en je laat deze mensen hier komen studeren en aan de weg gaan, dan betalen ze dik 2000 euro collegegeld, maar ze kosten ongeveer 10.000 euro. Maar erger nog, er vindt geen enkele binding met de Nederlandse samenleving plaats. En er wordt in het Engels onderwezen. En u kunt het wellicht erg vinden. Ik weet dat Twents een streektaal is. Twents is een streektaal omdat hij niet gebruikt wordt in de gezinnen. Niet in de horeca, af en toe als je in een dorp komt. Niet in het onderwijs en niet in de kunsten. En als je Nederlands nu niet meer in de horeca zou gebruiken in Amsterdam. Joh. Wat denkt u zelf op dit moment? Blij dat ik hier Nederlands kan spreken, maar probeer het eens in Amsterdam. Als je Nederlands niet meer spreekt aan je kennisinstellingen en je bent er niet meer trots op, dan laat je het afglijden langzaam. Dat gaat tientallen jaren duren tot een regionale taal. Dat is wat er in Ierland gebeurd is. En dat is waar we keihard voor staan. En daar is Michel Roch al 10 jaar in de Kamer mee bezig geweest. Maar er is nog een beetje werk wat je overgelaten hebt, Michel. Dus dat pakken wij op. En dat is van het allergrootste belang, ook voor onze eigen nationale samenleving die we zijn. En ik zal er zo meteen op terugkomen. We gaan dus de migratie terugdringen aan de studiemigratie terugdringen. We gaan ook de arbeidsmigratie terugdringen door het hele rapport van de commissie Roemer 1 voor 1 uit te voeren. Daar vinden ook gigantische misstanden plaats, waar wij als samenleving niet trots op kunnen zijn. Er zijn veel werkgevers die hun uiterste best doen om mensen netjes te behandelen die ergens anders vandaan komen. Maar er zijn er ook die het wat minder nauw nemen. En dan zeg ik het heel voorzichtig. En we gaan terug naar minder asielmigratie. Ook dat zullen we een stuk strenger worden. Om het draagvlak ook voor asielmigratie uiteindelijk te kunnen behouden. We gaan die rechtsstaat wel beschermen.
Want voordat we dit project aan zijn gegaan, en je weet hoeveel moeite dat kostte, hebben we een rechtsstaatverklaring. En die rechtsstaatverklaring die was ook omdat het vorige kabinet 13 wetten overtrad bij het toeslagenschandaal. 13 wetten waardoor mensen in de knel kwamen. Dus we hebben iedereen laten tekenen dat we ons aan alle wetten houden. Al het Europees en internationaal recht. Alle verdragen. En ook onze eigen grondwet. Ook zolang er geen grondwettelijk hof is. Dat we uitspraken van rechters respecteren. Want ook dat deed het vorige kabinet niet altijd. En de eerste resultaten heeft u daarvan al gezien. Toen andere partijen met complottheorieën over omvolking kwamen, volgens de NCTV leidt dat uiteindelijk tot rassenoorlog, omdat het door extreemrechtse groepen misbruikt wordt, hebben we gezegd dat gebruiken we niet meer. En we hebben ook gezegd, we houden ons aan alle Europese migratierichtlijnen. Dat zal nog een hele tour worden, kan ik u verzekeren. Maar we gaan dat doen en dat was niet mogelijk geweest zonder jullie steun en onze bijdrage in de onderhandelingen. Maar dat betekent ook niet dat wij de problemen van Nederland onder tafel moeten vegen. Tot en met de jaren 70 spraken we vrijelijk over migratie. De staatscommissie uit de jaren 70 schreef gewoon vrijelijk dat de bevolkingsgroei op korte en middellange termijn moet niet afhangen van de migratie. Oftewel, er werd gestreefd naar een migratiesaldo van nul. Daarna kwam Jan Maat. En werd het spreken over migratie in de Nederlandse politiek taboe. Het spreken over migratie heeft niks te maken met of je buitenlanders iets van buitenlanders vindt. Het heeft te maken met hoe je vindt dat onze samenleving ingericht wordt. Hoeveel we kunnen opnemen. En door dat taboe hebben we eigenlijk 20, 25 jaar geen beleid gevoerd. Ja, impliciet voerden we beleid door Engels te gaan spreken aan universiteiten. En door iedereen hier te laten komen. Of door eigenlijk allerlei distributiecentra hier op te zetten, waar we mensen uit het buitenland lieten werken die we onder erbarmelijke omstandigheden gingen huisvesten. Dat is ook migratiebeleid, maar dat was migratiebeleid door niets te doen. Dat is afgelopen. Maar benoemen van de problemen en op een normale middenweg kijken hoe je ze kunt oplossen, is datgene wat wij in Nederland niet gedaan hebben. En hetzelfde gebeurde de afgelopen week rondom de hoofddoek. Halsema had in 2009 een valide punt. Je mag een hoofddoek dragen, maar ze maakten zich zorgen rondom het feit of iedereen dat vrijwillig deed. Daar zit een grote zorg. Of er gelijkheid is tussen man en vrouw in een gedeelte van de islamitische gemeenschap. Maar dan de weersomstuit was het vorige week de discussie dat het bijna het toppunt van feminisme was om een hoofddoek te dragen. Of het toppunt van vrijheid was door iedereen te dwingen om die hoofddoek morgen af te doen. Het zit daar ergens tussenin. En die nuance zal terug moeten in het Nederlandse politieke debat. En als we niet oppassen gaat hetzelfde gebeuren met de NPO. Waarvan de een zegt schaf hem maar af. Of halveer hem zoals de VVD in het verkiezingsprogramma had staan. En de ander zegt dat er geen enkel probleem bij de NPO is. Nou, degenen die een paar rapporten gelezen hebben de afgelopen jaren en gezien, die begrijpen dat er bij de NPO echt wat hervormd moet worden. Maar dat de politiek niet aan de onafhankelijkheid van de media moet komen. En dat is de middenpositie waar wij voor zullen staan. Dat is de middenpositie waar wij in het migratiedebat en het hoofddoekdebat van links en van rechts aangevallen zullen worden. Maar het is onze trotse middenpositie omdat we denken dat we daar Nederland mee vooruit helpen. En hetzelfde merken we op cultuur. Ja, er zullen een paar bezuinigingen op cultuur zijn en dat is niet onze favoriet. Maar nee, er vindt geen totale kaalslag plaats en kom alsjeblieft niet aan met de nieuwe mars der beschaving. Maar het baart wel zorgen, zeg ik, dat in andere landen een zekere trots op de cultuur onderdeel uitmaakt van het nationale zelfbewustzijn. Een zekere trots op je 17e eeuwse schilders, een zekere trots op wat je in de geschiedenis gedaan hebt. In Italië of Oostenrijk was het onwaarschijnlijk onmogelijk geweest om het soort discussie te hebben dat we hier hebben. Omdat men van hoog tot laag begrijpt waarom Florence Florence is, Venetië Venetië is. Of waarom men in de wals en het nieuwjaarsconcert in Oostenrijk houdt. Bij ons is het helaas iets geworden van de upper class. En dat zegt iets over onze eigen nationale identiteit. Wij zouden allemaal moeten begrijpen hoe waardevol een groot gedeelte van onze cultuur is en hoe we daar allemaal van kunnen genieten.
En het is ons gelukt om dat in bubbels te doen. In Duitsland zijn ze trots op hun schrijvers. Hier zie ik dat een heel stuk minder. En Amsterdam heeft daar veel te bieden voor Nederland en ik hoop dat dat ook gaat gebeuren. Zullen we zo proberen richting... Ja, de laatste pagina. Yes, helemaal goed. Dus ik droomde van dat we de discussie eens gaan verleggen van Twitter. Dat we eens gaan kijken naar hoe we Nederland in 2050 willen inrichten. Hoe we de economie en de landbouw eruit willen laten zien. Want ja, daar zijn hervormingen nodig. En ja, die moeten de boeren mee kunnen maken. Hoe we migratie vormgeven. Hoe we naar één samenleving toewerken en niet naar 10. En wat we eigenlijk aan onze eigen nationale identiteit vinden. Dat is niet eng, dat is niet nationalistisch. Maar dat we een zelfbeeld hebben wat overeenkomt met wie we zijn. En misschien is dat dat je de halve finales een hele fijne plek vindt. En dat je ook een beetje trots bent dat dit Nederlandse elftal zover gekomen is. Dat lag niet alleen aan de scheidsrechter, dat lag ook aan een aantal andere goede voetbalteams, zeg ik erbij. En dat betekent dat we lastige vragen niet langer gaan ontwijken. Wie zijn wij? Wat bindt ons? Zijn vragen die wij met z'n allen moeten stellen. Nieuw sociaal contract zal in staat zijn om die middenpositie te hebben. Om die verschillen te overbruggen. Om die rechtsstaat te handhaven. Om met deze regering stappen te zetten richting beter bestuur. Richting bestaanszekerheid. Richting migratiebeperking. En voor meer wonen. En allemaal dankzij onze beweging. Daarvan we een jaar geleden hier in de Bali alleen nog maar konden dromen. Dank u wel.